Welkom Waterman bij jouw kaartlegging over de persoon die in de komende periode voor jou een rol van betekenis kan spelen. Nu, voordat we die kaarten gaan leggen, wil ik eventjes verwijzen naar mijn andere social media kanalen, waaronder het Instagram account van Lotus Kruik. En daar kan je elke dag een dagkaart kiezen. Op de Facebook pagina van Lotus Kruik, daar stel ik je elke dag een vraag. En het leuke daaraan is, je kan alleen maar juist antwoorden, want enkel en alleen jij weet wat eigenlijk het juiste antwoord is. Dus ik zou zeggen, ga daar zeker ook eens een kijkje nemen. En laat daar eventueel ook een reactie achter. Net als hieronder bij de video mag je ook altijd een reactie plaatsen. En of op duimpje omhoog klikken uiteraard. Zo, dan gaan we eens drie persoonskaarten bijnemen. Om te kijken wie dat er voor jou eventueel een belangrijke rol gaat spelen in de komende periode. Dat zou over een tweeling kunnen gaan. Dat zou een leeuw kunnen zijn. Of dat zou over een skorpioen kunnen gaan. Nu ga ik er ook nog drie tarotkaarten bij nemen. Zodat we een idee kunnen krijgen van waar dat eventueel mee te maken zou kunnen hebben. Ik ga de tarotkaarten ga ik hier mooi onder leggen. Maar dat wil daarom niet zeggen dat tweeling gelinkt gaat worden aan deze situatie. Dat kan perfect ook naar deze of deze situatie gaan. Kijk maar hoe dat het past binnen jouw verhaal. En je hebt de kaart van de zegenwagen. 5 van munten en de 9 van zwaarden. Ja, bij de zegenwagen ga je daar een succes bereiken. En het kan zijn dat je bijvoorbeeld van een leeuw hiervoor steun krijgt die jou helpt om dat te realiseren. Want die zijn heel enthousiast. En heel ambitieus in de dingen die zij nastreven. En het kan zijn dat jij een beetje aangestoken wordt door dat enthousiasme, door de ambitie van die leeuw, om ook jouw doel dat jij nu duidelijk voor ogen hebt, waaraan jij succesvol gaat werken, dat jij daar eventueel de steun voor krijgt van de leeuw hiervoor. Je hebt hier ook de 5 van munten. Hierbij kies je er eigenlijk voor om een situatie waarbij dat je eigenlijk helemaal niet tevreden over bent, om die achter jou te laten. En dat zou eventueel kunnen te maken hebben met de hartchakra, met iets wat het hart aanbelangt, waarvan dat jij nu zoiets hebt van, ja kijk, deze situatie is echt niet meer oké. Ik ga die nu achter mij laten en ik kies voor een nieuwe, betere, positieve toekomst. En dat zou kunnen dat je daarbij hulp van krijgt van een tweeling, omdat zij heel goed alles wat het hart aanbelangt begrijpen, intrinsiek ook begrijpen. En daar jou in kunnen helpen en daar tips in geven. En dan hebben we nog de 9 van zwaarden. Hierbij maak jij je zorgen, lig je van iets wakker. En ik denk, ja, misschien dat je hier wel die hulp krijgt van die schorpioen, om jou te helpen om te transformeren. Om die omschakeling te maken van de zorgen, altijd naar het negatieve en naar de schaduw te kijken, om die transformatie te maken, naar de zon te kijken, naar het positieve te kijken.
misschien twijfel je aan jezelf, dan is dat niet nodig. Jij bent goed genoeg. Je bent perfect zoals je bent. Dus maak die omschakeling naar vertrouwen hebben in jezelf. En het kan zijn dat die schorpioen jou daarbij helpt om die transformatie van het zorgen maken naar het terug positief, naar het constructieve te leren kijken, dat die schorpioen jou daarbij gaat helpen. En dan gaan we ook nog een advieskaart bij nemen van de engelen. En dat is de tekst duidelijkheid. Sluit je ogen even. Adem de blauwheid van de hemel in. Voel een zacht briesje door je lichaam stromen. Er is rust. Er is duidelijkheid. Er heeft zojuist een magische genezing plaatsgevonden. Een geschenk van je beschermengel. Daar gaat jou iets duidelijk worden. En dat kan op alle drie die kaarten van toepassing zijn. Het kan duidelijk zijn dat je hier je doel voor ogen hebt, dat dat duidelijk is. Hier kan het duidelijk zijn dat je zoiets hebt van, oké, deze situatie, no way, hier blijven we niet langer in zitten. En het kan zijn dat je hier zoiets hebt van, oké, we draaien die negatieve gedachten om in iets positiefs en dat het jou nu lukt, dat het jou nu duidelijk is, op welke manier dat voor jou nu mogelijk is. Zo, dit was jouw kaartlegging voor de persoon van betekenis voor jou. Fijn dat je keek en ik wens je nog een prettige dag.